steeds bezit van de bal. Geeft hem door naar Santana, dan de Coluna. Dan Eusebio en dan zit Hans Kraaij ertussen die hem wegwerkt. Op de race nu weer terug. Humberto naar Eusebio. Dan krijgt hij die bal niet weg. Molijn zit er weer bij. Molijn geeft de bal scherp naar voren naar Piet Kuiper. Piet Kuiper laat de bal van de Niel afstuiten, raakt hem daardoor kwijt. Maar de weg weer proberen van Hans Kraaij, gaat de bal naar links. Koen Molijn staat te wachten, vangt de bal op de borst. Een van de Portugezen appelleert omdat het niet goed genoeg is. Maar de voorzet is gekomen, afgeslagen door Costa Pereira. Feyenoord blijft in de aanval, hij blijft in de bezit van de bal. René Dreyer maakt weer naar de links buiten. Ik zie dat daar de Portugezen op buiten de bal proberen te spelen, maar dat lukt niet. Molijn, voorzetje. En die komt die bal bij, Kruijff, nee, weer weggetrokken. En in het bezit nog, toch weer van Feyenoord. De reden waarom de Feyenoord is opgericht is om de saamhorigheid met de supporters uit alle geledingen te vergroten, te versterken en uit te breiden. Maar goed, om dit te kunnen doen hebben we faciliteiten nodig. We hebben met de sportclub een afspraak gemaakt dat wij van hun faciliteiten gebruik mogen maken. Dat betekent dat wij dus het 6 tegen 6 toernooi hier gaan plaats laten vinden. Dat wij hier een biertje kunnen drinken. We willen beleving en passie. Ook dat zullen we met de Feyenoorden moeten ontplooien. We hebben vrijwilligers nodig. We willen tifo-acties. We willen met elkaar de clubcultuur in stand houden. Ook gaan we proberen om het beleidsplan zoals het nu neergelegd is. Bij de gemeente, bij de BVO, naar de supporter toe. Daar zijn wij het niet mee eens. Dat wil niet zeggen dat ik hier een oproep doe om alles te boycotten. Er moet gewoon een normalisatie plaatsvinden. Dat moeten we met elkaar doen. Dat kunnen we alleen doen door met goede ideeën te komen en te laten zien dat we met elkaar iets kunnen bereiken. En ik wil toch even een woord geven aan Aad. Aad, als nummer 1 lid van de Feyenoorden, geef ik jou het woord. Nou, dankjewel. Wij zijn buitengewoon blij met het initiatief van het oprichten van deze vereniging, van jullie supporters. Wij zijn ook supporters. Ik ben ook een jochie van 9 geweest die bij Feyenoord zich aanmeldde en ook supporter was. En dat zie ik hier dus in dit gezelschap ook. Heleboel jonge mensen, ook een heleboel jonge dames. Perfect, hartstikke goed. Steun die club van ons en wij zullen er alles aan doen om het jullie naar de zin te maken. In elk geval. Ik hou het heel kort. Jongens, ik voel me ook een beetje als jullie moeder. En dat heeft niks te maken met, ik ben natuurlijk wel heel oud. En ik zit al heel lang bij de club. Maar als ik ben gewoon heel trots op die kinderen van mij. Ik vind dat jullie een applaus voor jezelf moeten geven. Voor je beleving, voor je passie, voor Feyenoord. Dank jullie wel. Hij wil anders nergens meer voetballen dan in Feyenoord. Ja. Dus hij gaat naar Feyenoord volgend jaar. Vanmiddag gaat hij Ajax in de soep helpen. Volgend jaar kan weer hij met ons mee voetballen. Europa Cup.
Lunch! Lunch! Van handeling, het stadion Feyenoord in Rotterdam-Zuid. De Kuip, om met het legioen te spreken. Het juiste aantal bezoekers dat wij kunnen hebben, dat is 63.923. Vraag het kleinste kind, welke beroemde voetbalclubs heb je in Nederland? Dan begint hij met Feyenoord.